Dag Dimitri. Dag Roberto. Ik denk dat het uh, deze week niet zo heel goed gegaan is op de beurs. Niet alleen op de beurs, denk ik. Mm -hmm. Ik denk dat het op meer plaatsen niet zo goed is mm -hmm. gegaan deze week. Dus uh, ja, aparte tijden waarin we leven. Um, mm -hmm. Dat we nog een oorlog zo dichtbij moeten meemaken. Uh, mm -hmm. Al dat leed moeten zien op televisie is toch soms wel een beetje onwezenlijk. Mm -hmm. Alsof we in een videogame zetten of uh, terug... geen ja, te uh, videogame. 70 jaar in de tijd of zo, dus um, ja, bijzondere tijd. Uh, mm. Niet zo makkelijk om de shift te maken naar wat is er gebeurd op de financiële markten, mm. maar we gaan dat toch weer doen. Hè. Ja, het is daarom dat ik dacht: ik ga direct daarover beginnen. Mm. Ja. ja, en er is wel wat um, gebeurd. Um, we zien vooral dat de Europese beurzen heel erg nerveus zijn en dalen. Mm -hmm. um, hoe dichter je bij het conflict zit, geografisch, hoe groter de schade is. Dus je ziet ja, Russische beurs. Volledig gekelderd. Alles wat in Oost-Europa actief is, mm -hmm. zakt fors. En ja, West-Europa ook min 6, min 7% op een paar mm -hmm. dagen, weken tijd, mm -hmm. wel 20 ook. Dus ja, Europa is vooral de, um, het slachtoffer op dit moment op de financiële markten van wat er aan het gebeuren is in Oekraïne. Um, we zien dat er geen algemene crash is, zoals bij bijvoorbeeld COVID of de financiële crisis in 2008. We zien zelfs dat de Chinese, Chinese beurs stijgt. Mm -hmm. Dus de Amerikaanse beurzen stijgen. Zelfs de Amerikaanse beurs stijgt zelfs een beetje in deze tijden. Mm -hmm. En dat heeft bepaalde redenen. Um, ja, er zijn een aantal sectoren die profiteren van de huidige situatie. Bijvoorbeeld mijnbouwers, mm -hmm. alles wat met energie te maken heeft, olie. Mm -hmm. uh, alle defensieaandelen die stijgen. En je ziet dat uh, ja, de beurzen waar dat soort aandelen een sterk gewicht hebben in de index, dat die het eigenlijk nog relatief goed doen. Ja, oké. Okay. Wat ook stijgt, is de inflatie. Ja, het algemene prijzenpeil dat blijft toenemen uiteraard als gevolg van stijgende energieprijzen. Mm -hmm. Rusland en Oekraïne grote exporteurs van gas mm -hmm. en olie. Dus wanneer het aanbod krimpt he, door de internationale sancties, mm -hmm. wanneer het aanbod krimpt, dan gaat de prijs stijgen. Dus het is nog goed dat maart al bij al mild is in West-Europa qua weer. Maar toch zien we olie boven 110 dollar, gasprijzen stijgen, koolprijzen stijgen. Alle, alle prijzen stijgen eigenlijk van grondstof: aluminium, zink, koper, nikkel, al die, al die zaken. Mm -hmm. Ja, die gaan omhoog. En dat, dat vertaalt zich verder in ja, het algemene prijzenpeil mm -hmm. uh, dat wij voelen als, als consument en als burger. Um, en ja. We hebben deze week weer cijfers gekregen. Mm -hmm. Europa, 5,8% in de eurozone-inflatie. Mm -hmm. In België zijn we ook daar kampioen, 8%. En dan moeten de recente prijsstijgingen nog doorsijpelen. Ja. Uh, dus ja, ik verwacht daar niet meteen een trendbreuk. Mm -hmm. En dat is toch wel ja, iets waar we aandacht aan moeten besteden. We hebben het al vaak gehad over inflatie. Mm -hmm. Deze week kregen we dan ook nog eens het... Het cijfer van de week weer wat mij betreft meer dan 300 miljard mm -hmm. euro op spaarrekeningen uh, in België. En met dat die inflatie zo hoog blijft en het feit dat daar niets te verdienen valt op een spaarrekening. Mm -hmm. Worden we gewoon qua koopkracht slapend armer. Mm -hmm. uh, we hebben dat verhaal al een paar keer gedraaid. Het gaat, dat gaat zich nog versterken. Anderzijds wil ik toch ook wel even aanstippen dat er bepaalde. Ja, economische actoren zijn die baat hebben bij mm -hmm. hoge inflatie. Um, geld wordt minder waard, dus dat wil zeggen dat personen die veel kredieten of mm -hmm. veel schulden hebben, dat die ook de waarde van hun schulden zien reduceren. Dus mm -hmm. mensen met veel ja, schulden die, die hebben een beetje baat bij inflatie. Ook overheden die massaal energie, uh, massaal geld in de economie hebben gepompt om, om de economie overeind te houden tijdens de COVID-crisis. Ja, die hebben een beetje een positief effect van inflatie. Mm -hmm. ...omdat de overheidsschuld in reële termen minder waard wordt. Mm -hmm. ja. Nu... Um, het negatieve potentieel effect zou zijn dat we in een recessie gaan. Te hoge inflatie drukt de consumptie. Mm -hmm. um, dat zorgt er ook voor dat bedrijven minder gaan investeren. Mm -hmm. In België hebben we ook nog een mechanisme van automatische indexering. Mm -hmm. Heel interessant. Hoge inflatie. De lonen stijgen, bedrijven gaan die hogere lonen doorrekenen in de prijzen, inflatie stijgt. En zo heb je een vicieuze cirkel van prijsstijgingen door dat mechanisme. Het positieve daaraan is dat onze koopkracht van de consument wel bewaakt wordt, doordat die lonen stijgen. Dus... Ja, maar iemand betaalt de prijs. Iemand betaalt altijd de prijs. En het, ja, het... ik denk niet dat we op dit moment um, in paniek moeten, moeten mm -hmm. gaan. Um, dat moeten we trouwens nooit, mm -hmm. want na een. Beurscrash komt altijd wel een, een verbetering en dat zijn vaak goede instapmomenten. Maar een, een mogelijk negatief scenario is stagflatie. Mm -hmm. Dat is een combinatie van een stagnerende economie en inflatie. Mm -hmm. um, dat is waar de centrale bankiers op dit moment een beetje nerveus over zijn, want dat is iets wat heel moeilijk te controleren is door het monetaire beleid. Ja. En dat is denk ik wel het worst-case scenario waar we. Ah, waar we hopelijk niet mm -hmm. in verzeilen nu. Mm -hmm. ja. Als beleidsmaker, je moet maar beleidsmaker zijn op dit moment. Je hebt mm -hmm. een oorlog, je hebt torenhoge inflatie, mm -hmm. je hebt een economie waar we een beetje um, ja. Ja, toch nu kritisch naar kijken. Dus uh, ja. heel interessante tijden om, uh, te om te volgen, om in te leven. Gelukkig ja, blijven wij gespaard van het, van het mm -hmm. menselijke leed. Maar, uh, mm -hmm. maar goed. Ja, ik heb deze week een uh, cliënt met een dertigtal... Ik zal de sector niet noemen, maar een dertigtal winkels. Um, en die zeggen, ja, ik moet zien dat ik volgend jaar met 10% minstens ga groeien om gewoon gelijk te blijven ten opzichte van dit jaar, wegens mijn indexatie van de lonen. Mm -hmm. Wat voor 30 winkels wel zeer pittig is, hè? want je groeit niet zomaar 10%. Ja. Neem daar de dalende koopkracht en de mensen die misschien toch uh, wel wat minder snel um, duurdere spullen ja. zullen gaan kopen. Uh, ga ik ga daar wel eens op de voet volgen wat het oh, ja. deze jaar gaat geven. Ja. Nou. Well, dus het advies blijft hetzelfde als van vorige week. Mm -hmm. Blijf rustig, blijf gespreid in stappen in een brede korf over gans de wereld. Je mm -hmm. ziet, hè, wij denken: het kot staat hier in brand, maar in Amerika gaat de beurs gewoon niet mm -hmm. omlaag. Dus mm -hmm. nogmaals, het voordeel van heel erg breed te investeren als je een aandeel wilt, wilt beleggen en op een heel lange termijn te bekijken. All right. Volgende week.